Lavers, de grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs, heeft aan dat gedachtegoed twee criteria toegevoegd. En nu staan ze in bijna elke full color brochure, maar laten we zeggen 30 jaar geleden was daar geen focus op. In een gangbaar schemaatje, je pakt iets aan, er voltrekt zich een proces en dat heeft een bepaald effect, heeft hij in het proces twee procesvariabelen ontdekt, twee criteria om te zien of kinderen het goed maken, of ze er blij van worden, gelukkig worden, en of ze echt in ontwikkeling zijn. En welbevinden is onontkoombaar. Dus je kunt niet zeggen, dan let ik vandaag even niet op welbevinden, onontkoombaar. Het is een concept van 0 tot 100 jaar, dus je kunt ook gewoon bij in bejaardenhuis, verzorgingstehuizen gaan kijken. Het maakt niet uit. En uiteindelijk is het mooiste wat er is, dat kinderen echt betrokken zijn. En het liefst bij jou. En het liefst bij het vak wat je geeft of dat wat je zelf prettig vindt. Maar dan weten we ook dat ons rooster, onze tijdseenheden, ons curriculum, ons vaak ongelooflijk in de weg staan. Je werkt keihard om kinderen betrokken te krijgen, maar dan zijn ze betrokken. En dan gaat de bel. En jonge kinderen weten dat dan. Er zijn al kleuters die naar de bouwhoek lopen, zegt de ene tegen de andere, zorg dat je niet betrokken raakt. Over een kwartier hebben we fruithapjes. Leerkrachten komen terug van vakantie en zeggen, oh heerlijk, ik heb weer een boek kunnen lezen. Ik zeg, hoezo een boek kunnen lezen? Ja, vakantie, word ik niet gestoord, heerlijk, kan ik lekker doorlezen. Ik zeg, wat ga je daar doen? Ja, we gaan lezen met de klas. Ik zeg, zo, hoe doe je dat dan? Nou, we hebben groepjes van vier. En dan mag eentje hardop lezen en die anderen mogen dan op tafel slaan als die verkeerd leest.